Lisette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag, moet even kijken hoor, donderdag 26 november. En ik ga voor jullie een nieuwe vlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we lekker beginnen. Het is vandaag donderdag, dus waarschijnlijk denk je echt, waarom begin ik nu de vlog? Maandag, dinsdag en woensdag heb ik echt zoveel aan stage, werk, alles gedaan. Ik was elke dag de vlog begonnen, maar ik heb de dag gewoon niets uitgevoerd. Dus ik dacht, ik laat het lekker. En december komt er natuurlijk aan. En ik doe best wel vaak vlogmas. Misschien heb ik het al 3 keer of zo gedaan. Niet dat ik het altijd helemaal goed heb volgehouden, maar ik vind het wel altijd zo leuk om te doen. En ik hou gewoon echt van vloggen. En ik ga zo meteen dus een plan uitschrijven wat ik wil doen. Want ik wil wel meer video's maken, maar vlogmas is denk ik niet haalbaar. Omdat ik maandag en dinsdag de hele dag stage heb. Dus ik moet eventjes gaan kijken, want ik wil wel echt gaan vloggen. En ik dacht, dan kan ik bijvoorbeeld in 2 dagen vloggen. En gewoon aparte video's opnemen. En ik moet gewoon even kijken. Dat ga ik zo meteen even helemaal bedenken. In ieder geval, het is vandaag dus donderdag. Het is al 11:30. Ik heb nog helemaal niks gedaan vandaag. Oh ja, nee. Ik heb echt nog niks gedaan. Ik heb een make-up gedaan. Ik ga zo meteen even naar het dorp. Ga ik even wat cadeautjes kopen. En ik heb hoe laat online les? Om 2 uur heb ik online les. Zo moet ik ook gaan doen. Wat ik aan heb is een jongenspak van Chiquelle. Mijn lievelingspak. Maar ook in het grijs. Ook heel erg chill. En mijn eerste Black Friday pakketje is er. Zal ik die ook gelijk laten zien? Ja, doe ik dat ook gelijk. Ja, er is de hele week al korting. Ik weet niet of het morgen meer korting wordt. Want morgen is natuurlijk eigenlijk Black Friday. Maar ik heb het al gekocht. Namelijk bij de Bijenkorf. Ik wilde heel graag een nieuwe zonnebril. En ik vind deze gewoon altijd al echt mega mooi. Ik weet dat heel veel mensen hem hebben. Maar het blijft gewoon echt mijn favoriet. En ik draag altijd dat soort brillen. Dus ik dacht, ik koop hem gewoon. Het maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit. En er was nu 20% korting. En ik wilde hem eigenlijk voor mijn verjaardag vragen. Toen dacht ik, met Black Friday komt er korting, denk ik. Dus laten we het nu maar doen. Hij was eigenlijk 270 euro normaal. En er ging 20% vanaf. Ik had hem even op pauze gezet. Want nou ja, hij was in ieder geval 270 en nu 216. Maar er staat een andere prijs. Maar ik heb wel gewoon het goede betaald. Dus ik was even aan het twijfelen of het nou wel klopte. Maar het klopt wel. En ik ga hem nu even opmaken. Nou, ik heb dus een Celine zonnebril. En dan met dit hoesje. Dit zwarte hoesje met gouden details. En hij gaat gewoon dicht met een magneetje. En dit is hem. Ik vind hem echt mega mooi. En dan hier aan de zijkant staat dan Celine. Nou, dit is een zonnebril. Het ziet er niet uit als ik zo wit ben en mijn haar zo heb. Maar ik vind hem echt prachtig. Oké, de plannen zijn een klein beetje veranderd. Ik heb me omgekleed. Ik heb helemaal wit beige outfit aan. En wat ik nu ga doen is dat ik naar cadeautjes ga kopen. Want binnenkort ga ik dobbelen met mijn gezin. En we gaan voor... dan gaan we cadeautjes kopen. Dus sommige van 5 euro, sommige van 10, sommige van 2,50, dit, dat. Dus ik ga even naar de Hema, even naar de Action. En ik ga gewoon in het dorp bij ons eventjes kijken wat ik wil. En voor de rest, daarnaast ga ik ook dobbelen met mijn klas. Oh nee, niet dobbelen. We hebben loodjes getrokken met onze klas. Dus ik moet daar nog even een cadeautje voor kopen. Voor degene die ik heb. En daarna ga ik dus die planning maken. Voor mijn YouTube en allemaal dat soort dingen. Dus ik ga nu eerst eventjes naar het dorp toe. Het is heel dichtbij, maar het is echt mega slecht weer. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker met de auto. Ik zal eventjes een liedje aanzetten. Heel irritant. Mijn telefoon verbindt gelijk met die muziek-app op mijn telefoon. Dus niet met Spotify, maar met het andere. Wat ik nu heel veel luister is het nieuwe album van S10. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. Wel heel erg leuk. Wat hadden we nog meer wat ik nu veel luister? Ik luister Tabitha heel veel. Daar heb ik nu ook zin in. Dus ik ga nu Tabitha luisteren. En dan ga ik even onderweg. Ik zal zo meteen wel alle cadeautjes laten zien. Want ik ga het niet laten inpakken. Want we gaan alles in hetzelfde inpakpapier doen. Allemaal. Zodat we niet weten van wie wat is.
heb bij de Action dit cadeaupapier gekocht. Mam, het was maar 40 cent per stuk. Dus als ze alles hier inpakken, is wel beter. Oké, de tafel is een beetje gedekt. Eitjes erin. Oké, ik heb net even geluncht. Ik ben echt zo blij met die zonnebril. Alleen, ik kan hem nu natuurlijk niet op, maar dat maakt niet uit. Ik heb even wat dingetjes gekocht voor dobbelen. Zoiets voor je telefoon. Ik heb een hele lekkere geurkaars. Ik heb ik vond dit heel grappig om een sleutel te vinden. En ik heb dan twee gezichtsmaskertjes. En nu heb ik nog 12 euro over, waarvan ik nog dingetjes ga zoeken. Ik ga dit even een tasje doen en dan ga ik het binnenkort even inpakken. En nu heb ik online les. Ik heb net online les gehad en ik heb een planning gemaakt voor video's in december. Alleen ik kom net niet helemaal goed uit, dus ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Ik ga nu in ieder geval bijles geven. Dus ik ga mijn oppaskind nu uit school halen en dan ga ik een bijles geven. Dus ik ga nu even mijn bureau opruimen, want anders is het wel een beetje zielig als hij hier aan moet zitten. Vrijdag. Zo, als het goed is hebben jullie al beelden gezien. Ik heb vandaag namelijk gesport. En volgens mij had ik ook iets bij de lunch of zo gefilmd. Ik heb me net even klaargemaakt. En ik had dus mijn nagel eens een stukje gebroken. En ik had een beetje nagellijm erop gedaan. Toen kwam ik net in mijn wenkbrauw. En nu zit hier dus een stukje nagellijm. Echt heel erg erg. Heel erg. Dus ja, ik weet niet of dat erg is. Dus ja. In ieder geval... Ik ga zo meteen naar haar nieuwe huisje kijken. Heel veel zin in. Ik ga me zo nog even omkleden. Alleen, ik had net mijn make-up gedaan. Toen kwam er een pakketje binnen. Dus die ga ik even openmaken. En, nou, dit is nog niet droog. Nou, ik ga proberen met één hand open te maken. Voor de rest heb ik nog nagedacht over hoe ik het wil gaan doen met december. Maar ik moet er echt nog langer over nadenken. Want ik weet niet of het haalbaar is. Maar ik had net mijn make-up gedaan. En nu kwam er een pakketje binnen van MAC. Dus ik denk... dat daar mijn nieuwe foundation in zit. Maar dat maakt niet uit. Vraag me ook af waarom dit pakketje zo mega groot is. Zo ziet het eruit. Ik wilde het eerst gewoon bij Douglas bestellen. Alleen bij MAC hadden ze dus veel meer korting. Dus toen dacht ik, ja, ik ben gek als ik het niet daar bestel. Er zit dus een foundation in, maar er zit ook nog meer in. Wat ik niet heb besteld. Dus ik ga even kijken. Als eerste zit er deze foundation in. En dit is 120 ml. En dit is de Face and Body. In de kleur C2. Deze had ik vroeger ook, maar heel lang niet gebruikt. Dan zit er een fixing spray in. In een soort testertje. Heel erg handig. En ik had inderdaad al gezien dat er cadeau bij zat. Maar heel erg leuk. Ik weet niet wat het is. Oh, er zit echt mega veel bij. Nou, dus het doosje. Nog een fixing spray in. Een hele kleine, deze. En er zit zo'n strobe cream in. Ook van MAC. Alles van MAC natuurlijk. En er zit dus ook nog een toilettasje bij. Of is dit geen toilettasje? Oh, ja, mijn nagel is nog nat. Nou, in ieder geval, er zit zo'n toilettasje bij. Niet per se mijn smaak, maar wel heel erg leuk dat het erbij zit, want het is gewoon gratis. In ieder geval, ik ga me even omkleden en dan ga ik met CDA naar het nieuwe huis toe. Oké, ik heb me omgekleed. Er komen dus aparte verhuisvideo's en allemaal dat soort dingen. Dus ik ga er niet te veel filmen en allemaal dat soort dingen. Ik ga jullie wel een beetje meenemen, maar in die verhuisvlogs komt letterlijk alles. En daar heb ik mega veel zin in. En ik heb me nu wel omgekleed. Ik heb gewoon een blazer aan, een topje van Shein. Kettingje die ik van mijn vriendinnetje heb gekregen. Ik heb gewoon al mijn sieraden om. En ik ga dus nu met mijn moeder gaan we naar het huis toe. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het er nu uitziet. Zo, ja. Tegen de muur. Dan hier een stoeltje, hier een klein bankje. En dan hier in het nisje ook een stoeltje. Want daar komt ze weer. Het
is vandaag zaterdag. En het laatste wat ik heb gefilmd is denk ik iets van het huis. Ik heb daar heel veel gefilmd, maar dat komt dus in de andere video's. Ik heb me omgekleed. Nou, ik ben echt al de hele dag bezig geweest. Ik ging namelijk naar mijn opa en oma. En ik heb daar geluncht en allemaal dat soort dingen. Ik ga nu mijn kamer opruimen. En voor de rest moet ik vanavond 2 uur werken. Ik moet nog de vlagjes aan mijn kamer opruimen, want ik ben een week hier niet geweest. En ik ga zo meteen even piano spelen. En voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel op de planning. Ik moet nog eventjes kijken wat ik precies ga doen. Maar ik moet dus in ieder geval vanavond gaan werken. En ik denk wel dat ik meer video's ga plaatsen, maar ik weet nog niet. Ik ga geen vaste dagen, want het gaat gewoon niet lukken. Dus daar ga ik nog eventjes naar kijken. Ik ga in ieder geval nu mijn kamer opruimen. Ik ben benieuwd. Ik weet ook niet wat laatst is wat ik heb gefilmd. Maar ik zie er ook echt niet meer uit. Oké, nou, ik moest vandaag werken. En toen kwamen Denise en ik op het idee om bij mij gezellig Temptation Island te kijken. En ja, wat zie ik eruit zeg. Ik film de laatste tijd echt slecht weer. Ik dacht eerst ik ga vlogmas doen, maar gaat hem ook niet worden. Oké. Ja, dat is leuk, vlogmas. Ja, maar ik heb 2 dagen per week stage. En werk. Wat voor trui heb je aan? Ja, dit is Marvin ooit gewonnen op een skatewedstrijd. Oh. Het zit heel lekker. Het is vandaag zondag. En het is inmiddels al 12 uur. Ik heb weer echt heel erg lang uitgeslapen. Lukt de laatste tijd echt nooit. Maar als ik hier slaap bij mijn vader dan wel. Dus dat is heel erg fijn. Omdat het gewoon heel erg donker blijft in mijn kamer. Ik was gisteren dus met het niezen. Dat was heel erg gezellig. En ik moet straks de hele tijd piano gaan spelen. Ik zal het even uitleggen. Misschien heb ik het al uitgelegd nu ik er... Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik volg dus het kunsttraject. En om dat af te sluiten moeten ze een soort optreden geven. En ik heb gekozen om piano te spelen. Alleen, ik kan dus geen noten lezen. Dus ik moet alles uit mijn hoofd gaan leren. Maar ik weet gewoon niet of het heel haalbaar is. Dus ik heb een beetje spijt dat ik het heb gekozen. Maar ja, ik ga het toch maar doen. In ieder geval... ik heb mijn kamer even opgeruimd. Ik moet ook dingen voorbereiden, want ik heb morgen en overmorgen weer stage. We gaan volgens mij morgen pepernoten maken op school. Pepernoten bakken. Dus dat is wel leuk met de kleuters. En ik heb mijn nieuwe make-up dingen gebruikt. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus ik ga zo meteen even verder opruimen en dan ja, ga ik piano spelen. Niet heel veel zin in. Het is inmiddels al veel later en ik heb piano gespeeld, kamers opgeruimd en ik had dus een lamp gekocht op bol.com en hij doet het niet. Heel erg stom. Dus hier moet ik gaan retouren en ik heb er geen zin in. Ik had namelijk zo'n ringlamp gekocht. Deze ringlamp, maar hij doet het gewoon niet. Hij kwam van bol.com en ze hadden via Sunny Day volgens mij. Maar hij doet het niet. Dus die ga ik morgen retouren. Ik ga straks deze vlog bewerken. Ik ben heel benieuwd hoe lang die is geworden. En ja, ik moet een beetje gaan kijken. Want ik ben een soort van heel veel video's door elkaar aan het filmen. Dus ik moet geen beelden verwijderen. Want dan gaat het helemaal fout. Ik ga nu even aan school werken. Want morgen heb ik dus stage. En ik ga morgen en overmorgen de hele dag lesgeven. Oké, ik heb net mijn video geëdit. En ik ga er nu een einde aan maken. Ik ga morgen weer een nieuwe weekvlog beginnen. En ik ben dus wel van plan om meer video's te maken in december. Dus als je ideeën hebt, laat ze zeker achter. En dan heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!